Zo mensen, zitten we dan. Ik zal even een videootje opnemen met je netje. Dat is echt niet best. Dus kan je kappen met filmen? Ja. Even kappen nu. Dit wordt echt niet. Je ja, schijnt wel naar buiten. Nee, ik wil ja, maar jij wil mee hebben. Dit gaat nooit werken. Hey, ik ben Janette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik beginnen met een nieuwe serie. En ik begin vandaag met Bram. Als het goed is, hebben jullie hem wel eens een keer gezien in een andere video. En wat we gaan doen is, ik ga vandaag Bram opmaken. Want de nieuwe serie gaat heten Glam Him Up. Dus ik ga elke video ga ik een nieuwe jongen opmaken. En wij gaan vandaag vragen beantwoorden. En daarom hebben we allemaal... En we hebben dus allemaal kaartjes met allemaal vragen. En die gaan we tijdens het opmaken gaan we die eigenlijk beantwoorden. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Voor hoeveel duimpjes gaan we? Ja. 200. Doe iets leuks. 250. Oké. Wat voor look wil je? Doe, ja. What the fuck is dat nou weer voor vraag ook? Wat voor look wil je? Nou, ik ben heel erg in dat make-up en normaal gesproken. Dat zie je wel. Ik begin wel met de Nivea Men. Want dat is nog een beetje mannelijk. Dat is een primer. Maar... Oh, wil je een heftige look? Of... Nou, doe maar gewoon een beetje een normale look. Natural look. De school look. Wil je dat? Wat wil je voor school look? Ja, doe maar dat. De budget school make-up look. Oh ja, en Justin zit ook daar. Want die wilde heel graag kijken hoe Bram werd opgemaakt. Als jullie het leuk vinden dat Justin ook werd opgemaakt, moet je dat even in de comments reageren. Nou. Doe maar wel, ja. Die proeft ook beter, hè? Zo. Dat is primer. Superstay 24 hour. Dit gaat helemaal fout. Oké, eerste vraagje. Ja, iets te licht, maar dit is de donkerste kleur die ik heb, dus niet echt een keuze. Ah, je hebt allemaal stoppels. Ja, lekker hè. Oké, de eerste vraag. Oké, wil je liever rijk of beroemd zijn? Als je het op mijn pet smeert, hè? Dat zit het al. maar als je rijk bent, kan je ook beroemd... als je beroemd bent, kan je ook rijk zijn. Toch? Ja, maar dat hoeft niet. Dus zeg maar... dan ben je wel slecht. Heb je het wel slecht voor elkaar. Nee, oké, okay, maar of je bent beroemd of je bent rijk. Ik denk toch rijk dan? Ja, zo zeg ik ook. Toch? Want beroemd zijn lijkt me wel leuk, maar niet als je heel beroemd bent, dat je niet meer over straat kan en zo. Ja, maar daarom lijkt het me dus echt niet leuk. Misschien chill om dan andere mensen te kennen of zo, weet je. Justin, je kijkt zo kut. Kan je even wat minder kut kijken? Ga je litteken weghalen? Bram, vertel even, hoe komt je litteken? Mag dit grappig ook, hè? Mag dit in de video? Ja, voor mij wel. Oké. Nou, hoe begon het? Nou, wij gaan met de groep best wel vaak uit. Zo, lekker dat ding in mijn bek. In best Noordwijk. Wel, ja, in Noordwijk in de gym. En nou, ik ging dus naar huis fietsen. En, nee, je ging toch met scooter? Nee. Oh, oké. Ik ging naar huis fietsen na het uitgaan. En toen in Katwijk... maar hoezo was je in Katwijk? Want daar kom je toch helemaal niet langs? Jawel, je rijdt gewoon langs Scum terug. Oh ja. Hoe dat ook heet. Nou, dus ik reed door de duinen heen en toen terug en toen waren er vijf. Wacht. Oké, en toen zat hij dus op de fiets terug en toen? Kwamen er vijf jongens die een beetje ruzie aan het zoeken waren. En toen ineens stopten ze en... toen werd hij geklapt. Ja, toen lag ik in het ziekenhuis ineens. Toen was het game over. Als jij de jongen bent die nu kijkt. Dat kan echt niet. Maar wat was de vraag eigenlijk? Ah, die heb ik niet eens gehad. Oh, ik heb dezelfde vraag ook. Oké, vraag 2. Bitch. Zou je iets met hetzelfde geslacht doen voor een miljoen? Dat is sowieso de vraag van Justin. Ja. Nou. Maar, zou jij iets doen? Ja, het is voor een miljoen euro, tuurlijk. Ja, maar tot hoever zou je gaan? Zou je ook verder gaan met een meisje voor een miljoen? Voor een miljoen euro? Ja. Lastig. Zou jij doen met een jongen? Nee, jij sowieso niet met een jongen. Nou, misschien, ja, gewoon zoenen kan wel. Ja, oké, okay, maar ja, dat zou ik nog wel voor 100 euro doen. Dat zou ik voor 10 euro zelfs nog doen. Ja, maar dat is anders. Als jongen doe je dat gewoon niet. En, kan toch? Ja, nou ja.
is wel minder. Heb je nou met Justin gezoend? Nee, gadverdamme. Ga je even contouren, ja? Want anders... anders lijk je echt heel wit. Zo, een beetje kaaklijn. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik het wel zou doen voor 1 miljoen euro. Ik weet niet. Ik zou het sowieso niet doen voor 1 miljoen. Dat is wel echt te weinig of zo, denk ik. Kijk, je bent echt mooi gecontourd. Maar het lijkt op de camera echt heel heftig. Oké. Okay. Of. Of je moet de basisschool overdoen. Of je praat tegen iedereen zoals ze. Als je tegen een baby praat. Ja. Voor mij is die makkelijk. Ja, gewoon basisschool overdoen. Hoezo? Nou, weet je hoe chill dat is? Ja, dus dan moet je nu, dan ben je nu... Je bent nu 18 en dan moet je weer terug naar de basisschool. Dan ga je de basisschool opnieuw dan. Ja, boeien. Dat is toch chill? Ben je heb je lekker veel vrij en zo? Ja, maar dan bereik je toch niks? Nee. Want je hebt het toch al gedaan? Maar als jij tegen iedereen gaat praten alsof je tegen een baby praat. Nou, als je dat op een sollicitatiegesprek doet, dan sturen ze heel snel. Nee, maar ik bedoel gewoon meer als stem, hè. Dus dat je een beetje zo babyachtig praat. Oh, als een baby? Ja, gewoon een beetje zo... Nee, niet gewoon zo dat je niet kan praten of zo, maar gewoon... Nee, ik dacht dat je bedoelde zeg maar hoe je tegen een baby praat. Ja, zo. Gewoon op die manier dat je een beetje zo... Ah, zo. Ja, dat is toch scare. Als je zo tegen iedereen praat. Ja, nou ja. Ik heb toch best een hoge stem, dus het maakt niet heel veel uit. Kijk, als jongen is het wel moeilijk. Nee, maar het ligt er toch aan. Je zegt niet... toch, je kan toch geen normaal gesprek voeren met een baby. Ja, maar ik bedoel niet dat je een baby bent, hè? Nee, dat snap ik ook wel, maar ik bedoel gewoon, als je tegen een baby praat, dan praat je toch allemaal heel makkelijk en gewoon vaag en zo. Nou, ik zou als een baby doen. Ja? Ja. Nee, ik zou de basisschool even doen. Ja, maar daar heb je niks in. Dat is 8 jaar, hè? Ja, dus... Dan ben je, dan dus ben je als 26. Jij later, dan wil je een chillen baan of zo. Ja, kijk, als je juf wordt van een kinderschool... Ja, dat maakt toch niet uit dan? Basis, hoe noem je dat? Kleuterklas, zo mocht. Nee. Dan maakt het geen hol uit. Maar als je gewoon een normale baan hebt en je moet bijvoorbeeld... Niet praten. Ja, oké. Okay, ja, je hebt een normale baan. Ja, en je moet bijvoorbeeld iets verkopen of zo. Of je moet ja, dan kan je dat je toch gewoon een beetje gewoon overtuigen. Zo van... En dan ga je dat op die manier doen. Ja. Nou, als meisje zou ik nog wel kunnen. Maar als je tegen een baby praat, dan doe je toch zo... Hey, hoe gaat die met jou? Ja. Waarom wijs je daarheen? Zo, ja. Zit er hier een baby op in de tafel? Ja. Just kan je de deur opzetten, het is hier echt fucking warm. Ja hoor, baas. Als je een vriendin hebt, of nou ja, jij dan een vriend, blijf je vrienden op nummer 1? Ja, niet? Tuurlijk. Ik heb het in het verleden wel eens een keer verpest, maar nu altijd vriendinnen boven alles. Boven vrienden dan. En bij jou? Ja, ik weet niet, gewoon allebei gedeelde ja, eerste plaats. Wel ja, nee, maar gewoon... nu je zo oud bent, dan moet je sowieso altijd nog je vriendin kiezen. Ja, maar ik bedoel gewoon van... Kijk, Justin, dat je Justin niet boven je vriendin, dat snap ik, maar... Nee, maar dat je gewoon, je kan toch gewoon alles delen. Dit ligt er echt al 2 jaar, hè? Nee, maar je kan toch gewoon... Je kan het wel opeten, het snoep. Hé, ik zit wat tegen jou te vertellen, ja, godver. Ja, oké, ga verder. Nee, maar je kan toch gewoon, ja, doe zeg maar... uit. Weet ik veel. Gewoon uitgaan en zo met je vrienden nog wel steeds. Maar ook gewoon... Maar dan zeg maar, moet je alleen geen gekke dingen doen, jongens. Iedereen een beetje evenveel tijd geven. Ja, dat is kan. Toch fair. Dat kan, ja. Wat is er, Jus? Wil jij iets zeggen? Ja, haalt zijn hand omhoog. Maar luister. Hij blijft toch gewoon door eten? Luister, dames en heren. Je hier maar niet? Je hier maar niet? Nee. Wat ben je dan? Jij bent JP van Dingo. Nou, kijk. Dit is gewoon een principe. Ja, vertel. Als je een vriendin hebt en je ziet je vrienden bijna nooit meer en je laat ze een beetje achter. Ja. En een vriendinnetje zegt tegen jou. Ik wil echt je wenkbrauwen nu epileren, anders wordt het niet mooi. Vriendinnetje zegt tegen jou. Doe dat zo. Dan doe ik straks wel, ja. Ik wil je nooit meer zien. Ja. Zijn vrienden nooit meer. Ik heb helemaal niemand meer. Ja, dat is wel waar. Oké, meneer is terug met 2 wenkbrauwen. Nou, dat had hij al, maar oké. We gaan nu een klein beetje oogschaduw doen. Wat vinden jullie van het nieuwe album van Leeuw Kleine? Leuk, hè? Oogdicht. Vind je een man sowieso aantrekkelijker wanneer hij succesvol is? Vind je een vrouw aantrekkelijker wanneer hij succesvol is? Dat hoeft niet per se, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Je krijgt sowieso alleen al meer aandacht en je kan meer met je leven doen. Al bent dat, dan heb je geld en ben je bekend. Zo, goed gezegd, Bram. Ja, dat is toch logisch? Punt voor jou. Vinden jullie ja net al aantrekkelijker worden door YouTube? Of hoe ben je in groep? Wat? Hoe ben je in groep? En gewoon je vriendengroep bijvoorbeeld. Druk aanwezig? Op de voorgrond. Denk ik. Nou, jullie kunnen het vertellen. Hoe ben ik in groepen?
Ben ik stil? Ik ben wel stil, hè, altijd. Ja, altijd stil, hè. Ik zeg nooit wat. Ik weet nooit wat ik moet zeggen. Ik ben altijd heel verlegen. Toch? Verlegen? Maken. Zo dan. Oké, volgende vraag. Zou je liever je vader pijpen? Ja, maar voor jou is die dus lastig. Oh, of door je vader gepijpt worden. Dus de vraag is voor jou. Ja, oké, maar zou jij... Dan maken we ook even extra kut nee, voor jou. Nee, niet over ja. mij. Nee, dat was toch niet de vraag. Ja, oké, maar dan maken we voor jou. Zou je liever je vader pijpen of je broertje? Doe even normaal. Oké, stel, jij moet eerst de vraag beantwoorden. Kijk eens omhoog. Omhoog. Ik moet hier niet eens over nadenken, want het wordt heel erg. Zeg nog een keer de vraag. Zou je liever je vader pijpen of gepijpt worden door je vader? Ja, dat is toch wel een makkelijke vraag. Maar, oh, nou... Zeg dan. Ja, weet ik veel, gepijpt worden of zo, dat weet ik niet. Of je hebt altijd een blok aan je been. Oh, ik doe even een blusje op. Ja, je hebt altijd een blok aan je been. Of je valt altijd met de deur in huis. Ja. Nou, wat ja. Wat is dat nou weer antwoord? Of ja. Ik kies of. Wat kies jij? Hè? Ik kies altijd met de deur in huis van. Ja? Gezellig. Ja, met een blok aan je been. Maar dan val je gewoon kan je ook nooit zwemmen. Tuurlijk wel, het is toch niet altijd heel diep. Ja, maar je kan toch niet zwemmen in ondiep water? Je gaat toch ook niet zwemmen in je badkuip? Je kan toch gewoon zwemmen in onder die water? Je doet toch ook altijd aan het begin van de zenuwen zo? Doe je dat nooit? Nee. Waar is die pincet eigenlijk? Die pincet? Het is toch gewoon die pincet? Wat dan? Dat pincet? Het pincet of die pincet? Nee, wat je dat weet, pincet. Ja, dat denk ik, ja. Is het die of dat? Niemand die het weet. Ja, maar het is gewoon die pincet. Is het de kruidvat of het kruidvat? Ja, dat weet ik echt niet, want mijn moeder zegt altijd iets heel raars, dus vandaar. Wat zegt ze dan? Ze zegt altijd... Een kruid. Nee, wat was daar nou? Weet ik niet. Wat moet ik doen? Oh, jij doet helemaal zo! Ja, wat moet ik doen dan? Oké, volgende vraag. Ja, ik kan het nu toch niks zien. Wat kan je kwaad maken? Jou. Maar door wat word je snel boos of geïrriteerd? Met ze liegen. Ik weet nog wel die keer dat je helemaal lijp werd. Maar... Ja, wat moet ik nou doen met mijn ogen? Gewoon zo. Okay. Nou, er zijn genoeg mensen die gewoon goed kunnen liggen hoor. Zo. Als ik mijn verhalen deel, kan ik zo bij achtergesloten deuren. Je mag nog niet kijken. Kijk eens opzij. Wauw, klo. Ja, maar soms, ja, ik weet niet, draaf je ook best wel een beetje door of zo op dingen die dan eigenlijk al van klaar zijn. Ja. Wauw, klopt. Oké, volgende. Waardeer je mensen die direct zijn? Ligt eraan wat je zegt. Ik denk het niet. Ja, nou, ik ben zelf best direct, maar... Ik vind dat op zich wel chill of zo. Het is wel chill, maar je kan er wel mensen door kwetsen. Ja, maar okay. Ja, ik hoor het liever van diegene zelf. Oké, stop niet praten. Oh, je lijkt echt op een wijf. Het is echt tering erg. Nee. Oké, volgende vraag. Het is een kutvraag. Nou, dat is best een goede vraag eigenlijk. Ja, maar ben. Als je daarover nadenkt. Oké, hoe kennen wij elkaar? Dat weet ik niet eens. Nee, ik ook niet. Van school. Ja, ik denk van school. Kijk, ik zat... ik zit nu niet meer op het Nederlands College. Van de middelbare school. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Jawel, maar... Toen zat hij nog bij ons op school, maar... Dat is al... Hoe lang geleden? Wanneer zat je op het Nederlands College? 3 jaar geleden. Ja, maar dat kan ik niet voorstellen. Dat is veel langer geleden, toch? Ja, maar ik ken je al sinds dat jij in de eerste zit, volgens mij. Echt? Toen gingen we nog naar schoolfeest en zo. Hey. Ik dacht, oh, dit doen we wel even. Dit is helemaal niet zo erg, maar uiteindelijk... Nee, maar hoe ken ik jou? Nu wil ik het echt weten. Hoe zo, meezo? Ik kan het even. Ik ga hier echt over nadenken hoe ik jou eigenlijk echt ken. Ja, ik zit nu ook na te denken, maar ik kan me echt niet bedenken. Daarom had ik die vraag eigenlijk ook opgeschreven. Hou dat goed. Wat? Oké, je mag nu voor het eerst in de spiegel kijken. Jezus, ook niet zo'n beetje erop. Vind je het mooi? Nou, hoe noem je de look? Ik vind het niet heel ernstig of zo. Misschien ziet het er hier wel veel erger uit, maar
Het valt nog mee. Ik had echt verwacht dat je het nog verschrikkelijker zou maken. Ja, maar ik heb het wel gewoon oprecht geprobeerd mooi te doen. Nou. Oké, dit was het einde van de video. Als je het een leuke video vond, doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En als je wilt dat ik het ook bij Justin ga doen of bij iemand anders, moet je dat even reageren in de comments. Sowieso doen. Doei! Doei!